We zijn vandaag op weg naar het klooster van Solem in Frankrijk. Het is een soort kleine bedevaart naar de verdwenen kaak van Thomas à Kempis, waarschijnlijk de beroemdste zwollenaar aller tijden. Onze zoektocht begint op de aloude begraafplaats Bergklooster in Zwolle, op de plek waar ooit het befaamde Agnietenbergklooster stond. Dat is de plaats waar Thomas à Kempis, de schrijver van de navolging van Christus, een groot deel van zijn leven woonde. Hij overleed in 1471 op 91-jarige leeftijd en werd begraven in de oostelijke kruisgang van het klooster. Ja, ik sta hier bij het mooie beeldje van Thomas à Kempis op begraafplaats Bergklooster. Op deze plek zou Thomas à Kempis begraven hebben gelegen. En hier werd hij in 1672 opgegraven. Zijn tanden, nog wit zijnde, had hij alle in het bovenste zijns mond, maar door het aanraken vielen er 2 of 3 uit. Na veel gezeul met de stoffelijke resten van Thomas à Kempis waren deze in de 19e eeuw terechtgekomen in een schrijn in de inmiddels verdwenen statiekerk onder de bogen in het centrum van Zwolle. Daar meldde zich in 1847 een zekere Dom Pietra, een Franse Benedictijner monnik. Hij maakte een rondreis door Europa om relieken te verzamelen. Met toestemming van 2 Zwolse pastoors mocht hij de onderkaak van Thomas à Kempis meenemen. Hij vertrok met de kaak uit Zwolle en sindsdien ontbrak elk spoor. Wie over de geschiedenis van de stad Zwolle wil schrijven, moet niet alleen beschikken over een behoorlijke dosis historische kennis, maar zeker ook over doorzettingsvermogen en de speurzin van een echte detective. Zo iemand is ons redactielid Lidy van Dijk, die een speurtocht deed naar de verdwenen kaak van Thomas à Kempis. Na lange omzwervingen is het gebeente van Thomas à Kempis dan hier terechtgekomen in de Onze Lieve Vrouwen Basiliek aan de Ossenmarkt in Zwolle. We staan hier voor de 17e eeuwse schijn waar nog flink wat gebeente van Thomas à Kempis te vinden is. Dat is wel eens anders geweest. In 1897 werd de schrijn geopend en uit een inventarisatie van de overblijfselen bleek dat veel was bewaard gebleven, maar veel ook niet. En inderdaad, de onderkaak ontbrak. Dat maakte Lidy van Dijk nieuwsgierig. Waar was die kaak gebleven? Toen ze te weten kwam dat Dom Pietra nauw betrokken was geweest bij de Benedictijner abdij van Solem in Frankrijk, nam Lidy contact op met de kloosterlingen. Reacties bleven uit. Ze hadden moeder opgegeven toen er opeens toch een mailtje kwam met het verlossende bericht. Ja hoor, die onderkaak van Thomas à Kempis bevond zich al 170 jaar lang in het archief van het klooster van Solem. De redactie van het Zwolse historisch tijdschrift besloot een kleine bedevaart te maken naar het klooster. Met z'n vieren waren we. Lidy van Dijk, Annette Bootsma, Jan van de Wetering en filmer Martin de Fluiter. Na een lange reis komen we aan bij ons hotel in Sablé-sur-Sarthe, een stadje dat al eeuwenlang nauw verbonden was met het klooster van Solem. Na een toeristisch bezoek aan Sablé-sur-Sarthe gaan we op weg naar het klooster voor de afgesproken ontmoeting met de beheerder van het archief. De auto kunnen we wel thuis laten dicteren. Een smal wandelpad van 1 of 2 km langs de rivier de Sarthe voert ons zonder omwegen naar het klooster. Het klooster is niet anders dan imposant te noemen. Het lijkt op een onneembare burcht, omringd door hoge, robuuste muren die op geen enkele plek een blik naar binnen gunnen. Op het afgesproken uur belden we ons bij de ingang. Daar begint de eerste teleurstelling. Het is niet toegestaan in het klooster zelf te kijken. Frère Arnaud, een jonge man van in de 20, ontvangt ons bijzonder vriendelijk, maar deelt meteen mee, en dat is de tweede teleurstelling, hij wil niet gefilmd worden. Geluid mogen we gelukkig wel opnemen. Hij ontspint zich een heel gesprek en dan is eindelijk het grote moment aangebroken.
Frère Arnaud haalt het kistje tevoorschijn, waarbinnen zich weer het kistje bevindt. En eindelijk de kaak tevoorschijn komt. Où est la mouchoir? La mouchoir est à l'intérieur. On peut l'ouvrir si vous voulez. J'ai ouvert l'autre jour pour prendre une photo. Ah ja, interessant. Oh. Nou, ik kreeg de foto's wel van jullie. Oh, is het hier oké? Zo, is dat beter? Kleedje, is ook nog niet zo gek hoor. Kleedje, beetje. En zo kwam een einde aan onze kleine bedevaart naar de verdwenen kaak van Thomas à Kempis. We dankten Frère Arnaud voor zijn diensten en gaven hem een exemplaar van het Zwolse historisch tijdschrift en een fles Franse wijn verpakt in een mooie kartonnen doos van de Peperbus. Je moet wat. Was dat het dan, deze reis? Ja, dat was het. Je moest het mee doen.